10 redenen om octrooi aan te vragen. Ik heb in de eerdere presentaties al gezegd dat octrooien zijn goed om je concurrentiepositie te versterken. Octrooien zijn goed om de waarde van je bedrijf te verhogen. Octrooien verlenen je een bepaalde status en geloofwaardigheid. En nu ga ik de vierde reden van jullie vertellen waarom het verstandig is om octrooien te hebben. Die kunnen ophangen. De vierde reden is een reden die eigenlijk heel erg aansluit bij de eerste twee. En dat is namelijk je onderhandelingspositie. Hoe meer octrooien je hebt als bedrijf, hoe beter en hoe sterker jouw onderhandelingspositie. En ik ga dit laten zien aan de hand van twee voorbeelden. En het eerste voorbeeld, daar zit ook nog een beetje persoonlijk leed, zou ik zeggen. Of ongenoegen, of noem het maar. En dat gaat over de fusie, en dat is al lang geleden, in 2002, van Isotis en Modex. Isotis was een Nederlands bedrijf, heel gaaf, opgericht door onder andere Clemens van Blitterswijk, een absoluut specialist in het gebied van tissue engineering, met name het helen van bot en het helen van huid. En wat hadden zij onder andere uitgevonden? Een bepaald polymeer dat als je dat inbracht in een gebied waar geen bot meer was, dan groeide daar weer bot in. En daar hadden ze onder andere een aantal groeifactoren voor verzonnen en een heleboel, zeg maar, uitvindingen die daaromheen zaten. En iets soortgelijks hadden ze met het ontwikkelen en het groeien van huid. Heel erg gaaf. En op een gegeven moment in 2002 besloot Isotis te fuseren met Modex. En wat is mijn persoonlijk leed? Ik had toen pak een beet €20.000 aan aandelen Isotis. En waarom had ik €20.000 aandelen aan Isotis? Rond 2000 was Isotis naar de beurs gegaan met een aandeel koers van €10 hadden ze 80 miljoen opgehaald. En daarna, dat was in de dotcom-crisis, zijn de aandelen minder dan €2 per stuk waard geworden. De grap was, het was op dat moment dat ik kocht, was de beurswaarde totaal minder dan de kaspositie. En dat is iets, daar moet je over nadenken. De beurswaarde is minder dan de kaspositie. Dat wil dus zeggen dat als je alle aandelen koopt, je stopt het hele bedrijf en je neemt het geld uit de kas, dan verdien je geld. Dat is niet te begrijpen, zeker niet als je weet dat daar ook nog een octrooiportefeuille van ruim 166 octrooien in dat bedrijf zat. Niet te begrijpen, maar oké. Dus dat was, leek mij, een goede investering. Totdat deze fusie eraan kwam. En wat is hier gebeurd? Als je kijkt, en deze gegevens heb ik uit de bijzondere aandeelhoudersvergadering, het verslag van de bijzondere aandeelhoudersvergadering van vlak voor de fusie, waarin eigenlijk werd gepromoot om je aandelen, zeg maar, aan te geven om over te gaan tot de fusie. En ik heb er nog over getwijfeld of ik daarheen moest gaan, ja of nee. Ik woonde toen in München, ik werkte in München en ik heb het uiteindelijk verzuimd. En daar heb ik tot op de dag van vandaag spijt van. Want ik had daar eigenlijk flink, in ieder geval, mijn gal kunnen spuwen. En waarover? Over het volgende. Als je kijkt naar de fusie, dit is Isotis, dat is Modex. Als je kijkt naar de kaspositie. Toen, 2002, wat had Isotis in kas? 56 miljoen, Modex slechts 30 miljoen. Dus van het totaal was dat aandeel Modex 35%. Dan, de burn rate, het aantal, zeg maar, het aantal miljoenen wat er per jaar werd verbrand, werd er verlies gemaakt. 16 bij Isotis en 11 bij Modex. Dus daar staat Modex een beetje beter voor. Maar gezien de kaspositie kon Isotis er 3,5 jaar uitzingen zonder enig omzet te maken. En Modex slechts 2,7 jaar. En dan kijken we naar de omzet. 4 miljoen bij Isotis, 1 miljoen bij Modex. 20% van de totale omzet. En als je dan kijkt naar de octrooi, en dat is helemaal schandalig, 166 bij Isotis en slechts 2 bij Modex.
1% van de dokter. Geen van deze getallen, 1%, 20%, 35%, maakt ooit een rechtvaardiging van 42% van de aandelen van Modex in het totaal aandeel waard. Er is hier iets volstrekt misgegaan in de waardering van Isotis ten opzichte van Modex. Waar dat in zit, dat is puur speculatief, maar ik denk dat de positie van de destijds toekomend financieel en later algemeen directeur hier misschien een rol in heeft gespeeld. Die is toen, zeg maar, in belangrijkheid en in salaris flink gegroeid en heeft, zeg maar, zijn aandeelhouders daarmee echt een gigantisch oor aangenaaid. Mij inclusief. Dus hier zit wat persoonlijke frustratie. En ik wilde niet alleen maar een voorbeeld geven waarin de waardering of je onderhandelingspositie van je octrooiportefeuille eigenlijk niet zo goed is gegaan. Ik wil er ook eentje geven waar het heel mooi is gegaan. En dat is een veel recentere fusie. En dat is de fusie van Freescale en NXP. En hier, zelfde getallen, min of meer. Alleen geen burn rate, omdat er gewoon winst wordt gemaakt. Dus er is geen sprake meer van een burn rate. Omzetverhoudingen. 45% van het totaal is bij Freescale. Netto winst, 29%. Maar netto winst is typisch eentje die veel meer fluctueert dan de omzet. Dus dat is een wat minder hard getal. Dan de kaspositie, 37% van het totaal is in handen van Freescale. En dan als je kijkt naar de octrooifamilies, 6500 tegen 9000. Ongeveer 42% van het totaal aan octrooifamilies is in handen van Freescale. En als je dan kijkt, krijgt Freescale geheel terecht, als je naar deze getallen kijkt, een aandeel in het geheel van 42%. Meest apart is dat die 42% Modex en de 42% Freescale exact hetzelfde percentage is. Hier is het terecht. Bij Modex was het volstrekt onterecht dat zij zo'n groot deel kregen. Maar het is dus goed om te beseffen dat als je een octrooiportefeuille hebt, dan ben je waard. En dat is zeker in techbedrijven en dat is nog meer in startups. Als je kijkt naar programma's als Dragon's Den of The Shark Tank, dan zie je dat de investering in een bedrijf met octrooi of een bedrijf zonder octrooi vaak meer dan de helft kan schelen. En dat is ook logisch, want zowel Modex als Isotis maakten nog geen winst. Dus hun echte waarde zit voornamelijk in hun octrooiportefeuille. En als je die balans zou zien, dan zou Modex nooit meer dan 10% hebben mogen krijgen in het totaal. Maar ja, ik had het niet voor het zeggen. En ik heb kort daarna mijn aandelen verkocht, weliswaar met een kleine winst. Maar ik heb sindsdien nooit meer aandelen gekocht. Want uiteindelijk zie je dat de raad van bestuur en de overige aandeelhouders, hoe het kan, weet ik niet, niet altijd in hun eigen belang of in het belang van de aandeelhouder handelen, maar eerder in andere belangen die voor mij tot op heden niet duidelijk zijn. Maar het is goed om te beseffen dat octrooien neem je voornamelijk om hier in dit spel een veel betere en veel gunstigere positie te kunnen innemen. Het is heel belangrijk, mocht je ooit een bedrijf willen kopen of jouw bedrijf willen verkopen, dan wordt er hiernaar gekeken. En zeker als je octrooien hebt die al, zeg maar, bescherming bieden aan producten die op de markt zijn, is dit heel belangrijk. En hier zie je dat die percentages tussen de octrooifamilies en de uiteindelijke eindwaarde binnen het fusieconglomeraat exact hetzelfde zijn. Dat is dus reden 4. In de volgende presentatie ga ik jullie reden 5 noemen.